Iedereen weet dat het klimaat aan het veranderen is. En deze verandering heeft veel gevolgen voor mens en natuur. De natuur in het Waddengebied is erg dynamisch. Dit betekent dat het altijd in beweging is. Het is ook ingewikkeld. Er leven ontzettend veel verschillende planten en dieren met allemaal hun eigen leefgebied. Zo zijn er bijvoorbeeld miljoenen vogels die rusten op de wadplaten die 2 keer per dag droogvallen als het water zich terugtrekt. En in de kwelders, die bij hoogwater onderlopen, groeien bijzondere plantensoorten. De steeds hogere hoeveelheid CO2 in de lucht zorgt voor een versterkt broeikaseffect met hogere temperaturen. Daardoor stijgt de zeespiegel. Het water komt steeds hoger. Dit komt doordat warmer water meer ruimte inneemt en doordat het ijs dat op land smelt ook in de zee komt. Meer water dus. CO2 is een gas, ook wel koolzuurgas genoemd, dat deels opgenomen wordt door de zee, waardoor deze langzaam zuurder wordt, wat ook wel verzuring wordt genoemd. Daarnaast komt er steeds heftiger weer, zoals storm, hevige regen, afgewisseld met juist langere droogteperioden. Al deze processen hebben grote gevolgen voor het leven in het Waddengebied. Stel je voor dat de wadplaten door zeespiegelstijging niet meer droog komen te liggen. Dan kunnen de vogels bijvoorbeeld niet meer rusten en hier geen voedsel meer vinden. Het moet dus anders. Want anders zijn we straks ons Waddengebied kwijt. Maar wat kunnen we doen? Wachten we af wat er gebeurt? Of gaan we met wetenschap en nieuwe techniek het probleem te lijf? Om minder CO2 in de lucht te brengen, hebben we andere bronnen van energie nodig. In plaats van kolen en olie. Aan de ene kant hebben we energie nodig, maar dan moet die wel groen en schoon opgewekt worden. Aan de andere kant hebben we ook industrie nodig voor werk en inkomen. Er wordt gesproken over de energietransitie. Een grote verandering in energievoorziening. In de energietransitie schakelen we om naar duurzame energie. Dus met behulp van zon en wind. Ook in het Waddengebied. Welke locaties zijn het meest geschikt voor zonnepanelen en windmolens? Of zijn er ook nog andere duurzame energiebronnen in het Waddengebied? En wie wil wat in zijn achtertuin of natuurgebied? Wat kies jij? Een windmolen of een zonneweide? Ondertussen wordt er op allerlei terreinen in het gebied duurzamer ondernomen. Zo wil men de Waddenscheepvaart vergroenen en kunnen ondernemers zelfs geld verdienen aan groene energieplannen. Stel dat de plannen voor een groot windmolenpark boven de Waddeneilanden doorgaat. Dan bestaat de mogelijkheid dat de kabels naar het vasteland dwars door de natuur van het Waddengebied komen te liggen. Is dat nou een goede ontwikkeling? Kan het niet anders? En dan heb je nog de traditionele energiebronnen, zoals gas. Er zijn nog steeds plannen om naar meer gas te boren onder de Waddenzee. Er wordt gezegd dat dat veilig kan, maar niet iedereen is het daarmee eens. Ook wordt er onder de Waddenzee zout gewonnen. Het is geld verdienen, maar is het ook goed om dat juist in dit gebied toe te laten? Wat vind jij? Om in het Waddengebied dingen anders te doen is dus ingewikkeld. Er zijn verschillende belangen. De een kan geld verdienen, de ander heeft geen zin om tegen een woud van molens aan te kijken en weer een ander is begaan met de gevolgen die dat heeft voor de vogels. Hun tussenstop, tankstation Waddengebied, op belangrijke trekroutes is in gevaar. Met de energietransitie in het Waddengebied loop je tegen allerlei belangen op. We willen bijna allemaal wel groener, maar tegen welke prijs voor de natuur of voor het leefgenot? Of zijn er misschien voor het Waddengebied specifieke oplossingen? Misschien is de leukste vraag wel, kunnen we de natuur niet beter inzetten bij het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen hiervan, zoals zeespiegelstijging? Misschien iets voor jullie om eens mee aan de slag te gaan?